Raad, goedemorgen. Dit is de dag na het protest van gisteren, 17 februari 2023. We zijn hier bij het DNA-gebouw. Sorry. We zijn hier bij het DNA-gebouw en dit is het verwarde vandaag. Ik ben bezig op te ruimen. Als je zo kijkt, dan ziet u dat de heren dus aan bezig zijn om dit aan schoon te maken. De situatie ziet er niet zo uit. En dit is wat mij aan het doen is. We zijn aan die opgekomen. Dit is 9 uur. 5? 9 uur. S'morgen zijn jullie bezig. Dit is een enorme troep, hè? Ja. Dit is de situatie die we hebben. Komen we aandrijven, de heren werken dit dan. We mogen de beveiliging niet filmen, dus we gaan de beveiliging niet filmen. Maar dit is wat ik dus gewoon zie, dat de poort is nog niet in orde gemaakt. De poort van DNA die is nog steeds niet in orde. Wij hebben ons laten vertellen dat de voorzitter vanochtend om 10 uur de pers te woord heeft gestaan. Maar ja, we hebben het niet gehaald om 10 uur te zijn. Maar kijk, hier is de poort van DNA. Het is nog niet in orde gemaakt. De situatie is nog niet echt cool hier. Maar daarboven zie je dat er nog niets is gedaan. Dus als het echt hard gaat regenen, dan zullen dus dan zaken daar nat worden. Maar dit is de day after hier bij DNA gebouw. Maar goed, ook op het plein is men bezig schoon te maken. Het was een enorme troep hier. Maar men is bezig schoon te maken hier. En de stad begint alweer een beetje netjes eruit te zien. We brengen u een day after. Dat wil zeggen, we laten u dus dan zien hoe de stad hier eruit ziet. De stad is afgesloten. We hebben geprobeerd, echt geprobeerd, na te hebben gesproken met de politie, konden we hier zijn. Maar overal hebben ze dus dan hekwerkjes gezet om dus dan de stad gesloten te krijgen. Trouwens, het is ook bekendgemaakt door de autoriteiten dat de binnenstad van Paramaribo dus dan gesloten is voor verkeer, voor iedereen. De winkels zijn niet open. Straks gaan we dus naar Times Mall bijvoorbeeld om je te laten zien hoe de situatie daar is. We doen gewoon de day after voor je en dan laten wij dus dan zien wat het is geworden na gisteren. We lopen even naar het kabinet van de president. Ik mag je ook vertellen dat daar bij het kabinet de mensen nu bezig zijn met de vergadering. De voorzitter van de Nationale Assemblée, de president, de vicepresident. De autoriteiten zijn dus dan nu op dit moment bezig te vergaderen om te kijken wat voor maatregelen, wat voor zaken ze dus dan kunnen doen. Wij hebben ons laten vertellen dat zelf in de avonturen mensen nog aan het plunderen waren en mensen nog aan het waar mensen waren bezig, de politie ook. Maar we blijven de ontwikkelingen volgen en zolang we meer informatie hebben, dan laten we dat weten. Ik breng je naar de truck. Want de truck van gisteren, waarop Paquito zat, is in beslag genomen. En die is daar. Dat kunt u ook zien. Je ziet ook de auto van RBT. RBT is dus daar op locatie. En dat heb je gewoon door de hele stad, hoor. Dat ze rondrijden om dus dan de orde te handhaven. Hier heb je dus dan die truck waarop Paquito stond. Wij hebben ook gehoord dat ze die truck, tenminste die pand, hadden geschoten, zeg maar. Ja. En dat is wel waar. Dit zie je ook hier. En dit is dus als die truck is hier en die truck gaat niet weg van hier gelukkig zo, zolang er niet bepaalde maatregelen getroffen zijn. En zoals ik u eerder zei, in het kabinet, op het kabinet van de president
is men dus dan nu bezig om maatregelen te treffen, tenminste te vergaderen om maatregelen te treffen over wat er nog gedaan moet worden. Dit is DTV Live, we hebben deze locatie gedaan. U gaat een korte live reportage krijgen. We hebben deze locatie gedaan, later gaan we naar een andere locatie om u te laten zien hoe de stad eruit ziet en wat er allemaal is gedaan tot nu toe om de orde weer te brengen in de binnenstad van Paramaribo. Ik ben samen met Roberto Armskerk, ik ben Gerald Harderwijk. Blijf te kijken, we zijn er voor u als volk, want uiteindelijk is dat onze motto. Wij zijn er voor het volk, sorry, ik hoef mijn mic niet aan te houden vandaag. We zijn voor het volk en we zullen dus dan zoals altijd het volk informeren, dat is ons werk. Wij zijn voor het volk en voor niemand anders. We willen informatie brengen voor het volk. Het volk moet alle informatie krijgen en daarvoor zijn we er elke keer en elke dag. Maar goed, we zullen dus dan even weer uit deze live. We zijn er weer, maar vanuit een andere locatie, vooral Thijs Mall, want daar is er genoeg geplunderd. Dan zullen we laten zien hoe de situatie nu eruit ziet. DTV, mede namens Roberto Armskerk, ik ben Gerald Harderwijk. Tot zo. Yeah, respect. Lo bigala de busi konjo mau mang de moite. Yeah, yeah. Sweet dili bifu jo mang na de meke. Yeah. Wakalon tute nego mi changa wago dolo mang. Chai libi moyanga yo. Na teke yu libi fu pa chaganda. Na lo chai mo feke bagafa. Na nyamo feke pikisiba. Inyo sutolio ya muteke fugyanga yu macho waganda. Na fito yu mati moisefi inoiti. Bala wakate neigo michanga wambusi konjo mana. Ya mumeke sanyange. Na meke sanyange. Na meke sanyange. Malobi human. Noiti ya mumeke sanyange. Na meke sanyange. I make a son again, lobby human. Say the make a yushi, me lion, me see don't so. Go tapuli be fandi day for day, no. They lobby was a my jacuzumi. They hang an 89 boy CB. That they make them suku one for me. One je figi me. Me fito we moike me osudata. Lord. De yanga necha miange basa sama. Bala wakante neigo michanga wambusi konjo umang. Ya mumeke sanyange. Na meke sanyange. Mina umeke sanange. Mina umeke sanange. Mina umeke sanange.